welkom terug. Bedankt voor het kijken. We zijn op weg naar Rhinus om daar te gaan detecten. Dus het goed is zometeen een bult regen onderweg. En hoop dat het droog is als we gaan zoeken. Je ziet ons straks terug op de plek van bestemming. Tot straks. Ooievaars. Nou, we zijn op het land aan het zoeken. En de eerste vondst is een koperen knoopie. Nou, de eerste mooie vondst van vandaag. Drie nieuwe mooie oude gespen uit de grond. Idee hoe oud die ongeveer is? Poeh, durf ik niet te zeggen. Nee, 18 eeuw is zo. Ziet er mooi uit. Op naar de volgende. De eerste munt is binnen. Ik ken hem nog niet, maar er staat een schildje op met twee gekruiste pijlen. Het lijkt denk ik ook nog wel een jaartal naast te staan. Dus als we die schoon hebben gemaakt, komen we er nog wel achter. Op naar de volgende. En muntje nummer 2. Een mooie leeuwencent, mes scherp. En dat komt waarschijnlijk ook door het jaartal 1937 maar. Mooie munt. En de volgende is een mooi stuk lood, blokloodje. Verder helemaal kaal. Nee, Rien heeft een mooi signaaltje. Daar moet hij liggen. Loodje. Stukje loodje. Top. En een 5 cent gulden tijdperk. Een beetje regen gaat, maar de volgende vondst is een knop van een deurtje of een laadje. En nog een stuiver 1952. Nou, Rien heeft een leuk gespje. Het pinnetje lag apart, maar in hetzelfde gaatje. Dus we hebben een toffe vondst erbij. Nou, de volgende vondst een mooi vingerroetje. Compleet, maar wel plat gedrukt. Ik ga hem thuis nog even een beetje oppoetsen. Een stukje versierd metaal is afgebroken. De achterkant helemaal kaal. Als je een idee hebt wat het is, laat even een berichtje achter. Hopelijk komen we erachter. En nog een duitje, maar hij is kaal helaas. Hallo, welkom terug bij Dutch Digger. Zoals jullie kunnen zien, de mais is eraf. Extra vroeg dit jaar. Komt door de droge zomer. Hier heb ik eerder gezocht. Op het gras. Zilveren knoopje, muntjes gevonden. Nu gaan we dit stukje nog even zoeken. Kom bij je terug met de eerste vondst. Excuses voor de wind. Eerste signaaltje. Kapot vingerroetje, helaas. Nou, het is pittig zoeken hier tussen de maistoppels. Eerste fatsoenlijke vondst. Een huls. Denk Tweede Wereldoorlog. Hey, en dit is wel gaaf. Want volgens mij is dit mijn allereerste bikkel. Ik denk het haast wel. Vaker voorbij zien komen. Ik denk dat dit erin is. Leuke vondst. En het eerste duitje komt uit Overijssel. Ja, dan nog niet te lezen. Daar de afdruk. En daar wat de afdruk veroorzaakt heeft. Een knoop. En even omdraaien. Een grondje. Met een mooie sierlijke
letter W eronder. Het ziet er nogal oud uit. Ik ben benieuwd of we nog kunnen achterhalen waar deze knop van is geweest. Toffe vondst. Weer een duitje. Stad Utrecht is nog te lezen. 1700. Thuis even oppoetsen. Kijken of we het jaartal ook kunnen lezen. Nou, weer een signaaltje. Oh, het leek een munt, maar helaas. Een patroon. Als je een idee hebt, laat even een berichtje achter. Nou, voor mij een compleet nieuwe munt. Er zit nog veel relief in, dus ik kan hem goed leesbaar krijgen. Thuis even wat research doen, want ik ken hem echt niet, maar ik ben benieuwd. Resultaat zie je straks terug. Door het midden, maar plaatje terug jij van de rijwielbelasting. Alleen nog 38 leesbaar, dus 1937, 38 of 38, 39. Thuis even kijken of we nog een beetje bij elkaar kan krijgen. Nou, gewoon aan de oppervlakte. Even oppoetsen, kom zo terug. Een grappig voorwerpje, leuk versierd.